I start at 8 o'clock in the morning. I come in and I make coffee, and then everyone start coming into the office at 8 o'clock. They look at me and go, "Hi, Linda, how are you doing today?" And it gives me such a good feeling. Mijn gemiddelde dag begint vaak in de ochtend, veel met koffie en gebak. En dan tegen 11 begint het al drukker te worden, gaan we de lunch uitserveren. Soms sta ik achter de bar, soms ben ik eten aan het uitserveren, soms ben ik in de bediening. Ik zit achter de kassa, ik maak broodjes, ik zorg dat de gast met een lach naar huis gaat. Het gaat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Als ik binnenkom, dan moet ik even kijken wat er allemaal is. Moet ik een mise en place voorbereiden, alles klaarzetten. Het is vaak een soepje en salade, dus dan moet je al die voorbereidingen treffen. We maken een menu voor een hele week. Wacht op Slegro komt om 7 uur ochtend. Er komt spullen binnen, dan gaan we voorbereiden voor de dag. Wat ik juist zo leuk vind aan de functie is dat het zo divers is, dat we heel veel verschillende taken hebben, dat we heel veel leuke sociale aspecten hebben. Because I've been with the company 32 years, I'm just like a mother to all the young people that's coming in. So if you need to talk, I'm there for them. Nou, het is wel echt belangrijk in de horeca dat je gewoon heel sociaal bent, dat je een goede teamspirit hebt, dat je altijd in bent voor een praatje. Ja, er zijn zeker doorgroeimogelijkheden bij Vermaat. Ik ben nu horecamedewerker, maar hierna zou je vloermanager kunnen worden en zelfs restaurantmanager. Waarom ik mensen ook zou aanraden om bij Vermaat te werken, is dat ik gewoon tot nu toe in die 5 jaar echt alleen maar een leuke tijd heb. Toen ik bij Vermaat kwam was het meteen raak. Ik kon meteen mijn ding doen en ik ging aan de slag. En het is gezellig en het is gewoon altijd leuk. Dus ja, Vermaat is gewoon, ik vind het top. Word jij mijn nieuwe collega?